mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en Mixem en vandaag is het weer tijd voor wat nieuwe, exclusieve E3 informatie. Want vandaag hebben we geen gameplay, maar wat informatie over jullie favoriete game. Of ja, ik denk dat F1 wel het meest geliefd is op mijn kanaal. Ja, denk ik. Weet ik niet, hoop ik. Nou, in ieder geval F1, COD, Battlefield en Fortnite zijn natuurlijk een beetje de main games die wij spelen. Forza zag er ook mokertje fijn uit. Dus dat was ook hartstikke nice om te zien. Maar vandaag gaat de video over F1. Vind je F1 nou leuk? Laat even een like achter. En abonneer zeker als je meer van F1 2018 wil zien. Super nice, super tof. Want ik heb op E3 heb ik gewoon F1 2018 kunnen spelen. Heel erg bedankt Deep Silver en Koch Media natuurlijk voor de mogelijkheid dat ik F1 2018 kon spelen. Het was super tof. We hebben ook met Lee hebben we allemaal door alle nieuwe features hebben gelopen. En ik heb nu even een lijstje gemaakt wat ik allemaal wil bespreken. Want er zijn echt super toffe nieuwe features die ik allemaal met jullie wil bespreken. En we beginnen even met de meest grote verandering en de meest belangrijke verandering. Die ik ook echt meteen merkte. Want we gingen gewoon racen. We deden even races en we kregen delen te uitleg. En ik ging eventjes als een malle over de curbs gewoon. Zoals je altijd doet in F1 2017. Gewoon over de curbs en dan komt het vanzelf goed. Maar nee, dat ging niet zo. Het ging zo. En toen was ik de auto gewoon kwijt. Ik had hem wel op... ik had niet... Ja, de... Hoe heet dat nou? Jezus. De tractiecontrole, die had ik niet helemaal vol. Dus die had ik zelf omlaag gezet. Niet zo heel handig als je dat eigenlijk doet bij een nieuw spel waar je nog een hoop van moet leren. Maar, dus ik was de auto gewoon kwijt toen ik vol voor de curbs ging. En dat komt omdat de curbs veel meer feedback geven. Dus de curbs zijn hoog. En je kan er niet zomaar overheen rijden. En de suspension, je ziet ook helemaal de banden zo gaan en zo. Dat hebben ze dus ook veranderd. Je kan niet meer zomaar over de curbs gaan. Dus curbs spelen een veel grotere rol. De suspension, dus de vering en alles, speelde ook een veel grotere rol. Dus je verliest gewoon de controle als je daar vol overheen gaat. Ik heb hier onder het lijstje, dus als ik af en toe wegkijk, you know why. En om zeg maar niet helemaal de controle te verliezen op de curbs, moet je eigenlijk gewoon zorgen dat je niet stuurt op de curbs. Dan gaat het al helemaal mis. Dus je moet gewoon rechtdoor en niet vol gas als een malle gaan. Wat ik een beetje deed, want ik deed Spa, deed ik. En Canada, daar heb je wel wat curbs waar je overheen wil racen, maar dat gaat helaas niet meer. Je verliest gewoon precies de controle en dat is wel echt qua gameplay iets waar je heel erg aan moet wennen. En je ziet ook meteen dat die wielen helemaal bewegen en veel meer impact hebben op die gameplay. Dus wel een toffe verandering, ook het brengt wat meer skill mee, maar je zou er wel aan moeten wennen. Volgens mij kan ik binnenkort ook de F1 2018 beta spelen. Dus very nice. Kan ik daar alvast aan wennen. En daarnaast verandering nummer 2. Met de Halo natuurlijk. Gewoon de Halo op de auto's. Je ziet gewoon met cockpit view heb je die Halo. Met TV-pod heb je die Halo. Maar ze hebben juist... ik vind dat ze het goed hebben gedaan. Want je kan instellen dat dat middenstreepje van de Halo in de cockpit view... gewoon dat het weg is. Dat is hartstikke goed, want normaal in het echte leven zie je diepte en zie je dat streepje niet echt meer als je bent aan het rijden. Dan kijk je gewoon doorheen. Als je zo kijkt, dan zie je ook niet vol je hand zo. Dat is dan een beetje wazig. Maar op mijn scherm is dat natuurlijk anders. En dan blijf je gewoon die balk zien. Maar dat hebben ze dus, daar hebben ze een feature van gemaakt dat je die volgens mij uit kan zetten. Ik weet niet of je hem ook aan kan zetten, maar bij mij stond die in ieder geval uit. Dus dat vind ik wel een goede verbetering, dat je niet heel erg last hebt van die Halo. En dat vind ik hartstikke tof. Even kijken of we verder nog iets van de Halo. Nee, volgens mij valt dat wel mee. En je went daar gewoon aan. Ik vind het niet eens meer heel lelijk. In de races valt het me ook niet eens meer op dat al die Halo's op die auto's zitten. En Harley had natuurlijk wel een flinke hersenschudding gekregen volgens mij. Of een aardige kopie van de Halo, omdat hij helemaal in de weg schoot. Dus ik ben benieuwd hoe dat nog gaat veranderen of wat ze gaan doen. Maar de Halo zit natuurlijk nu ook in de game. Verder hebben ze een ERS systeem of management systeem toegevoegd. Dit is voor je batterij. Die kun je natuurlijk opladen, gebruiken, minder gebruiken en allemaal dat soort dingen. Dat hebben ze dus helemaal toegevoegd aan de game. Dit is volledig nieuw. Je hebt 5 modus. Net als je fuel modus heb je nu ook 5 verschillende modus van non,
naar Hotlap. Dus bij Hotlap verbruik je natuurlijk het meeste. Je hebt ook volgens mij een overtake functie. Dus super cool dat ze dit hebben toegevoegd. Dit moet je natuurlijk wel goed managen. Want als je batterij leeg is, dan ben je gewoon de pineut. Je hebt volgens mij net als je fuel zo'n balkje met hoeveel procent je nog hebt. Of wat je nou kan gebruiken of niet. Dus dit biedt veel mogelijkheden. En ja. Dus je moet naast de fuel moet je nu ook rekening houden met je batterij. Volgens mij kan je hem ook wel automatisch instellen. Maar het is natuurlijk leuk om hier wat meer mee te doen. Dus super cool. Even kijken. Nou, tire management. Die heb je nog steeds gewoon zoals we ze kenden. Je hebt slijtage en je moet hier gewoon een beetje rekening mee houden. Maar nu hebben ze ook toegevoegd dat de temperatuur van de banden een rol speelt. Dus je moet nu ook echt rekening houden met de temperatuur van je banden. En het zal ook anders gaan rijden als jij je temperatuur niet onder controle kan houden. En dan kan het helemaal uit de hand lopen. Dus daar moet je ook heel erg op letten. En de volgende change, dat gaat over de AI. Oftewel de computers die met je racen. Ze hebben deze een stuk agressiever gemaakt. Dus in plaats van dat, je kon eigenlijk altijd wel divebommen. Ik deed ook misschien iets te vaak in F1 2017. Maar ik kon gewoon altijd divebommen. En dat kan nu niet meer. Wanneer de AI merkt dat jij wil inhalen aan de rechterkant of linkerkant, zal hij een verdedigende move maken. Zodat jij niet zomaar rechts of links erlangs kan. En dat jij weer een actie op zijn actie moet uitvoeren. Dus dat vind ik ook hartstikke toffe toevoeging. Ze hebben de AI dus beter en agressiever en meer verdedigend gemaakt. Dus dat vind ik ook hartstikke tof. Want in 2017, je kon eigenlijk gewoon altijd divebomben. Maar dat kan nu niet meer. Dat kan nu zeker niet meer, jongens. Dus let daarop. Als je F1 2018 voor het eerst speelt, volgens mij 24 augustus. Bij Spa komt die weer uit. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat weer gaat, jongens. Ik heb echt zo'n zin. Damn. Even kijken. Ja, dan gaan we nu naar de volgende changes. Dit gaat allemaal over career. Er zijn drie hele grote changes toegebracht aan career mode. En ik vind ze alle drie hartstikke goed. Sowieso vind ik alle verbeteringen tot nu toe echt allemaal super nice. En natuurlijk, de game op zichzelf is super erg verbeterd. Het ziet allemaal veel mooier uit. De gezichten zijn veel gedetailleerder en natuurlijker. Je maakt echt een verhaaltje mee. En hoe heet dat, als je die voorbeschouwing ziet van de circuits, dan zie je ook echt het landschap en alles. Ze hebben er echt veel tijd in gestopt. En het ziet er allemaal veel mooier uit. De banen, alles ziet er ook mooi uit. De auto's zien er mooi uit. Top. Maar nu gaan we naar career mode, want dat willen jullie natuurlijk allemaal horen. Dus blijf zeker kijken. Laat natuurlijk even een like achter als je dat nog niet hebt gedaan. En abonneer voor meer F1. Belletje aan. Super tof. Oké, ten eerste is de pers geïntroduceerd bij de career mode. Dus nu, het is een hele leuke toevoeging. En nu moet je dus na een race of training of iets, moet je naar de pers. En dan moet je bepaalde vragen beantwoorden. Deze vragen, je hebt niet eeuwig de tijd om ze te beantwoorden. Je hebt een vraag, heb je ongeveer 4-5 antwoordmogelijkheden. En binnen een bepaalde tijd moet je al de vraag hebben gelezen, alle antwoorden hebben gelezen en een keuze maken. Deze keuze, die heeft impact op je carrière. Je kan namelijk een sportman of een showman worden. Nou, sportman, een goede sportman als voorbeeld is Bottas. Weet je, die doet gewoon alles voor het team, het is allemaal goed, blablabla. En een goede showman, dat is toch wel Max Verstappen, weet je, een beetje rebels. En dat is een beetje meer een showman. Of Alonso, die heeft ook af en toe zijn showman taferelen. Dus daar heb je ook een balkje van. Ga je meer naar de sportsman of ga je meer naar de showman? Op basis van je antwoorden wordt dit bepaald. En dit is ook belangrijk voor je team. Want een team wil natuurlijk een bepaalde sportsman of showman. En je moet wel bij je team passen waar je bij zit. En dan moet je natuurlijk wel een beetje hun waarden nastreven. Even kijken. Teamspeler, ja. Nou, natuurlijk, de sportsman is een beetje teamspeler. En de showman die is wat arroganter. En de journalist die steeds terugkomt, dat is Claire. Claire. Hallo Claire. Welkom terug, Claire. Even kijken. Ja, je hebt natuurlijk de sportsman en de showman. Deze visies, die krijg je van tevoren te zien. Al wanneer je een team kiest of iets, dan staat er gewoon bij: dit team is meer op zoek naar dit. Dit team is meer op zoek naar dat. En dat weet je dus van tevoren. En zorgt dat je ook de juiste fit hebt met je team. Anders wordt het gewoon rellen. Even kijken. Naast de interviews
is er ook wat heel erg anders tof toegevoegd. Want we hebben het natuurlijk over de teams en dat het erbij moet passen. Maar jij kan team switchen. Je kan onderhandelen over je contract en het verbeteren. Wanneer je niet goed onderhandelt, kan het hetzelfde blijven. Dus dan, ja, dan faal je eigenlijk. En je hebt ook een balkje met je reputatie van rookie en veteraan of zo. En je ervaring die is ook, die wordt ook aangetoond. En of je in de goede positie zit, wordt ook aangetoond. Maar je kunt dus ook naar een ander team switchen. Daar kun je dus ook weer met die sportsman en showman rekening houden dat je, ja, stel je wilt naar een ander team, zorg er dat je sportsman of showman, wat hun willen, dat je die kant op gaat. En dan kun je ook van hun weer een aanbod krijgen. Dan kun je weer onderhandelen over de voorwaarden. En er zijn volgens mij ook een paar specs bij waar je weer rekening mee kunt houden en die je kunt afstellen. Dus dat is ook super nice dat ze dit hebben geïntroduceerd. Want nu had je vaak career mode en je bleef eigenlijk gewoon de hele tijd bij jezelfde team. En dan werd het eigenlijk een beetje saai. Maar dit brengt weer veel variatie erbij. Dus dat is ook hartstikke goed. Ik ga even kijken. Je reputatie. Ta-ta-ta. Oh ja, en je kan nu je eigen rival kiezen. Dus stel jij wilt naar Red Bull. En dan kun je van een van hun kiezen als rival. En kun je naartoe werken. En dan kun je, stel je hebt hem verslagen, dan kun je misschien een contract aangeboden krijgen of onderhandelen. Dus dat is ook hartstikke tof. Dus je rival en je interviewvragen en alles. Het heeft impact op je hele carrière. Het is niet iets aparts. Het is echt één groot geheel. En ze hebben alles hartstikke goed aan elkaar gelinkt. Dus echt super tof hoe ze dat weer hebben gedaan. En dan gaan we naar het laatste puntje alweer. Ik probeer het niet te lang te maken. Ik wilde een video van ongeveer 10 minuutjes. Dus dat moet wel goed komen zo. Maar er is een nieuw R&D systeem geïntroduceerd. Of ja, we kennen het al in 2017. Super uitgebreid. In 2018 hebben ze het ook heel uitgebreid. Maar nu zie je in het begin niet alle opties. Dus in het begin heb je een bepaalde opties. En dat breidt zich later super groot uit. Je ziet dus nu niet precies waar je heen gaat. Wel een beetje natuurlijk, maar dit maakt het wel ook weer een stuk moeilijker, vind ik. En ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Ik denk dat ik een hoop tutorials moet gaan kijken op YouTube. Maar het zal voor iedereen langer duren om volledig het R&D-systeem te begrijpen. En jullie kunnen natuurlijk nu verwachten dat er bij F1 2018 ook weer career mode terugkomt op mijn kanaal. Nu heb ik daar niet meer zoveel zin in, want het kost super veel tijd. En ik heb er gewoon weer zin in bij F1 2018. Dus nu is het nog even time trials, gewoon races voor stipellingen, livestreams. Als jullie nog andere toffe ideeën hebben, let me know. En dan zou ik dat ook doen. En in de toekomst gaan we dan ook nog weer career mode doen. En wat er ook leuk is, want de R&D tree, weet je, ging elke keer maar upgraden. Het ging elke keer maar beter, dit, dat, zo, zo. Nu kunnen er ook regelveranderingen komen. Hiervan ontstaan geruchten, of geruchten, ja, en rumoeren. En op basis hiervan moet je gaan inspelen. Dus stel, er komt een engine change aan of iets, dan wordt je hele R&D tree volgens mij van die kant gereset. En dan moet je weer eigenlijk opnieuw beginnen. Dus dat is echt wel heftig. Dat heeft wel een aardige impact. Maar je kan ook kiezen voor een team die dat al op orde heeft. Die niet zo'n zwak punt heeft bij de engine. En dan zorgen dat je op tijd switcht naar dat team. Zodat het niet hele erge maatregelen heeft voor jou. Dus dat is ook super nice. Dus hiervan is het belangrijk dat je echt kijkt naar de sterke zwakke punt van het team. Deze echt die grote changes. Die kunnen één keer per seizoen gebeuren volgens mij. Wat ik allemaal heb gehoord in ieder geval. En ja. Het is gewoon super tof dat ze dit soort elementen allemaal toevoegen. Dit maakt het allemaal iets minder voorspelbaar en zo. Dus ik ben hartstikke blij met al deze veranderingen. De game speelde lekker. Dus de game reed goed. Alleen even heel erg aan de curbs wennen. Het zag er mooi uit. Leuke veranderingen. Ja, echt innovatief vind ik het ook. En ik heb gewoon super veel zin om weer F1 2018 te spelen. Dus dat ga je zeker zien op mijn kanaal. Jongens. Dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Laat natuurlijk een blauw duimpje omhoog achter voor meer F1 2018 informatie. Hebben jullie nou nog vragen? Laat ze hier beneden in de reacties achter. En ik zal ze proberen te beantwoorden. En dan zie ik jullie heel erg graag morgenochtend om 1 uur. Ochtendmiddag om 1 uur. Bij een nieuwe vlog uit LA. Een hele vette. Met een hele snelle auto. En dan zie ik jullie om 3 uur met een nieuwe, ja, gameplay video. Of dit soort video. Deze zijn over de games.
En om 1 uur zijn vlogs tussen. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik in ieder geval wel. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe video. Dus tot de volgende keer, jongens. Later.